Jesse de Breemaker, bedankt voor jouw reactie daar straks. In de emotie, in de dolle vreugde. Besef je het al allemaal wat er hier vandaag gebeurd is? Ik denk het wel. Ik denk dat we wel, als je ziet hoeveel lachende gezichten er overal zijn met alle spelers, dan begint het wel door te dringen. Dus gewoon, je beseft het nu wel, maar als je terugdenkt aan 3-4 weken geleden, had ik dit nooit durven dromen. Ik denk dat ik zelfs vorige week tegen u heb gezegd van mijn seizoen is geslaagd. Maar deze stopt alles. Die is gewoon zo onverwacht. En ik denk dat we voor de eerste keer dat ik in de eerste ploeg speel, is de underdog waren. En dan kom je nog achter en denk je van, hebben we wel de weerbaarheid en de mentaliteit om je terecht te trekken? Maar dat hadden jullie vorige week al bewezen. Ja, ik zei nog met de rust ook tegen een man. Ik zeg, jongens, allez, het is heel herkenbaar dit. Hè. Ik bedoel, vorige week stonden we 2 achter, nu stonden we 1 achter. Ik denk, als we onze ervaring aanspreken en gewoon cool blijven, we weten dat we kunnen scoren. Dat hebben we door de competitie bewezen. En dat kan niet achterwege blijven. Dat moet er ooit wel eens doorkomen. Je verliest 6 keer in de reguliere competitie in 14 matchen. En je wordt kampioen. Wat zegt dat over het Belgische korfbal, Jesse? Niks. Ik denk dat gewoon heel veel over onze ploeg zegt. Ik denk dat bij het korfbal, het is nog nooit zo spannend geweest. Ik denk dat voor de neutrale kijkers super is en voor alle supporters ook. Dat we niet zonder arrogant te zijn. Vroeger wist je op voorhand dat je, als je niet volging, dat je toch met mijn 5e scholen won. En dat was voor niemand leuk. Het is, voor het seizoen had niemand durven zeggen, denk ik, dat wij kampioen gingen worden. Maar dat is niet het niveau dat daalt. Dat is gewoon onze ploeg dat er staat op de juiste momenten. En nu in de Europa Cup een trip naar Kortrijk. Ja, het wordt serieus inpakken en de vluchten boeken naar Kortrijk. Maar het is gewoon, de Belgische Bond zal er wel voor zorgen dat alles piekfijn in orde is. Zoals alle jaren en ik zie er zeker naar uit. Mag ik toch even kritisch zijn voor vandaag? Aanvallend was er op jou niks tegenin te brengen. Maar verdedigend was het niet altijd even goed. Nee, ik denk dat er veel mensen thuis nu gaan denken van, dat is de eerste. Nee, je moet... Ze lachen altijd met mij op voorhand. Ja, je moet gewoon zien dat je meer golen maakt dan je tegenstander. En ik was het nog aan het proberen in het begin van de wedstrijd, maar ik zat met de rust zo dood dat ik dacht van kom, als ik energie moet sparen, dan spaar ik wel voor een aanval. Maar gelukkig kwam dan net op dat moment Nick Janssens er helemaal door. Hè? Ja, ik denk dat Nick heeft een berenmatch gespeeld. Ik denk super verdedigd op Jara, wat ook al echt een komende topper is die volgens mij binnen 5-6 jaar wel veruit de beste aan België zal zijn, denk ik. Hij heeft een super aanvallende beweging waar ik nog niet de 2 meter in de buurt kom, denk ik. En Nick is daar gewoon bij. En ik speel alle weken op hem, op training tegen hem. En alle week verbaast hij mij dat hij gewoon sterk, goed verdedigt. Ja, en dat kan af en toe ook wel eens een goaltje maken ook. Je weet dat er vannacht iets gaat veranderen. Het zomeruur gaat intreden, een uur minder slaap. Ja, een uur minder slaap, een uur minder feest. Maar dan denk ik gewoon, dan moeten we nog een uurtje langer doorgaan. Dat zal wel lukken.